dan ga je naar de Olympische Spelen. En iedereen die roept, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Jongens, dat is niet waar. Als je naar de Olympische Spelen gaat, dan ga je om te winnen. Meedoen. Weet je wat je ervoor moet doen om mee te doen? Dit is ook wat ik heel veel in mijn werk doe. Dan laat ik mensen successen opschrijven. Even voor de mensen die perfectionistisch zijn aangelegd, is dit een vreselijke lastige vraag. Waarom? Om, ja, succes. Nou, ten eerste, wat is een succes? Die is al even lastig, want het is voor iedereen iets anders. Ja, we kunnen niet alles in één keer goed doen. Als we het over een gewoonte doorbreken hebben, dit is lastig. We zijn in essentie niet gemaakt voor verandering. Mensen vinden verandering gewoon niet fijn. Waarom niet? We zijn gemaakt om effectief te zijn. En als we allemaal dingen hetzelfde doen, dan weten we hoe het zit. En als er dan ineens een verandering is, dan is dat onbekend. En als het onbekend is, wordt het al snel groot en vaak ook negatief. Want we weten niet waar we naartoe gaan en dat vinden we, ja, toch een beetje moeilijk.